Shostakovich 10 is overweldigend. Het is echt een brok energie. Je wordt van emotie naar emotie geslingerd. Eerste deel dat eindigt in die eenzaamheid, dat uitstervende. Ja, super moeilijk voor twee piccolo's. Het tweede deel is geen comfort. Een eindeloze strijd. Elke noot is intenser dan de vorige. Het stopt nooit. En dan heb je plots een leger van violen die beginnen met de grootste kracht. Tam! Tam, dat is echt, ja, dat is een kanonschoten, dat is het afslachten van een volk. Na alle dramatiek, derde deel, echt meedogenloos mooi met supermooie altgebos-solo en fagot-solo, komen we in het vierde deel uit. En daar, na al die drukte, is er plots één klein hobbelijntje dat echt iedereen op zijn adem wegneemt. En dan heb je plots DSCH Shostakovich, zijn kenmerk, zijn initialen. Die dan echt door heel het orkest uitgeschreeuwd worden. En dan is het gewoon echt een hardloopwedstrijd naar het einde. En het eindigt joelend, jubelend, supergrotesk. Een rollercoaster van emoties. Ja, je komt helemaal uitgewrongen aan de finish. Daarna is er echt nood aan minstens drie biertjes.